De informatiemarkt over de uitbreiding van de begraafplaats in Sliedrecht werd druk bezocht. Op maandag 17 februari vond deze markt plaats in de raadzaal van het Oude Raadhuis. Ook Merwe TV was aanwezig en sprak onder andere met de projectleider en de verantwoordelijke wethouder. Bent u tevreden over hoeveel mensen er tot nu toe op zijn komen dagen? Ja, zeker. Toen ik om 7 uur hier aankwam, toen was het al vol. Dus wat dat betreft opzet geslaagd. We hebben in de eerste uitwerking van de plannen specifiek overleg gevoerd met de omwonenden. Met name de mensen van de Stationsstraat die met hun achtertuin tegen de begraafplaats aan zitten, zeg maar. Met het achterom ertussen. Nou, op die plek komt ook een hele grote uitbreiding natuurlijk. Hè. Uitbreiding locatie 4. Dus daar hebben wij tussendoor nog 2 keer overleg over gehad om te kijken hoe kunnen we het beste tegemoetkomen aan hun individuele wensen en suggesties. Ja, dat is natuurlijk heel goed. En dan begreep ik dat er ook nog suggesties die daar zijn geopperd door de omwonenden ook nog weer verwerkt zijn in dit besluit wat hier nu op tafel ligt. Jazeker. Het is zelfs dat wij ze eerst verwerkt hebben, toen nog een keer voorgelegd hebben aan de bewoners. He, toen hebben jullie mij ook nog, geloof ik, geïnterviewd in het rouwcentrum toen. Ja, cool. En toen bleek eigenlijk dat ze ontzettend herkenden wat ze gezegd hadden en wat er in de plannen stonden. En dat ze daarom redelijk tevreden waren. En met deze plannen, hoe lang denkt u dat het... Want ja, de bevolking van Sliedrecht blijft groeien natuurlijk. Dat is ook de verwachting, neem ik aan. Hoe lang denkt u met deze plannen dat het nog genoeg plek is voor de begraafplaats? Ja... Wij durven te zeggen dat we echt voor tientallen, 20, 30, misschien wel 40 jaar, als die langer is, nu een oplossing hebben. Ook omdat we niet alleen uitbreiden, maar ook omdat we de roulatie zeg maar heel zorgvuldig, maar wel vastberaden doorzetten. Zodat er niet alleen een cumulatie is, dat er niet alleen maar steeds meer komen, maar dat er ook weer plaatsen vrijkomen. Dus in die zin denk ik dat we voor decennia wel klaar zijn. Volgens mij is begin april de definitieve besluitvorming. Vanavond zijn we nog echt aan het beeldvormen. Half maart zal de oordeelsvormen. Dan wordt ook het debat gevoerd. Dan worden ook nog eens even flink de wensen en de ideeën van de raad besproken. En dan hopen we uiterlijk in april natuurlijk een besluit te hebben. Zodat we de periode 2020 tot 2025 kunnen gebruiken voor als projecttijd. Want we gaan natuurlijk niet alles in één keer doen. We gaan het stapje voor stapje doen. Dit is het voorstel van het college. De raad heeft volop de gelegenheid om daar nog veranderingen in aan te brengen. Dat is hun rol ook. Uiteindelijk moeten ze ook een hand opsteken voor het bedrag wat daarmee gemoeid is. Maar dit zijn wel, wat ons betreft, nu even de definitieve plannen. En daar gaan we het debat natuurlijk over aan. Van, nou, wij willen graag dat het zo wordt zoals het nu is. Ja. En de raad die zal daar ook, misschien dat zij ook wel zeggen van, nou, sommige uitbreidingen hoeven niet. Of dat is te marginaal. Of, nou ja, ik weet niet, misschien willen ze net een andere route aan de noordkant. Daar ga ik met vertrouwen tegemoet. We hebben een goed plan waar in ieder geval de inwoners en de direct betrokkenen consensus over hebben. Wat vindt u van deze informatiemarkt? Vindt u het goed dat de burgers zo genoeg informatie krijgen? Ja, ik merk dat er heel veel inwoners zijn. Ook heel veel inwoners die eerder ook al hun gezicht hebben laten zien, zich hebben laten informeren. Meegelopen hebben op de begraafplaats en hier met heel veel... belangstelling komen. Dus het is best druk. Dus erg goed en erg leuk. Wat vindt u van de plannen die gemaakt zijn? Ik moet zeggen dat ik ontzettend enthousiast ben voor de plannen die voorliggen. Er zijn verschillende varianten uitgewerkt waar we als gemeenteraad ook best met elkaar over van gedacht hebben gewisseld. Van wat is nou goed, waar moeten we beginnen? Nou, daar is door geluisterd, door het college, door de ambtenaren die aan het uitwerken zijn geweest. Naast dat er geluisterd is naar de inwoners en wat erg leuk is. Dat hoorde ik ook net toen ik met inwoners stond te praten. Dat er opmerkingen en suggesties van de inwoners ook verwerkt zijn in de plannen. Onder andere, heel concreet, de weg achterom zoals die heet. Vanaf de Roemer-Begeziusweg naar de zijkant van de begraafplaats. Daar is rekening mee gehouden dat die mensen daar kunnen komen. Dus ja, dat maakt mij enthousiast. De tijd gaat best dringen. Er is echt ruimte tekort, dus we moeten doorpakken met dit plan. Met wat er ligt, denk ik dat we goede stappen kunnen maken.
We hebben net al de verantwoordelijk wethouder gesproken over de plannen. Maar ik begrijp dat u eventueel wat diepere uitleg zou kunnen geven van de plannen. Want wij zijn natuurlijk, we hebben u enkele maanden geleden hebben we ook gesproken met betrekking tot de plannen toen. En toen konden mensen, omwonenden, eventueel nog suggesties doen. Zijn er nog enkele suggesties daarvan nu verwerkt in dit plan wat hier nu op tafel ligt? Waar jij refereerde was in september. We hebben inderdaad twee bewonersavonden gehad met de omwonenden van de Stationsweg. En hen daar in eerste instantie een ontsluitingsroute voorgelegd. Die ging over het voorplein bij de begraafplaats. Maar daarvan zeiden de inwoners van dat is misschien niet de meest gunstige route. In verband met conflict situaties met fietsers. Maar ook als er een uitvaart is, kan het niet anders. Toen werden er suggesties geopperd en zijn wij vanuit de gemeente terug naar de tekentafel gegaan. En hebben we wel degelijk iets gedaan met die suggesties. En hebben we de plannen vertaald naar een ontsluiting aan de noordkant. Dat betekent dat de huidige Groeman-Borgesiusweg verder naar het noorden is opgeschoven. En dat betekent eigenlijk, als je hem heel letterlijk neemt, dat de ontsluiting van het achterom ongewijzigd blijft. Alleen iets verder naar het noorden gaat. En daarmee voorkom je dus conflict situaties op het voorplein met fietsers, met mensen die daar het beheerdersonderkomen bezoeken of met een uitvaart bijvoorbeeld. Er staat nu een huidig beheerdersonderkomen dat echt dienst doet als opslagloods, zeg maar even. Daar staan echt de materialen die ze gebruiken. Maar er worden ook een aantal functies belegd waarvan je eigenlijk wil dat die een iets representatievere ruimte krijgen. Noem een voorbeeld van een urne-uitgifte. Mensen die even naar het toilet moeten op het moment dat er een uitvaart is bijvoorbeeld. En die representatieve ruimte is er eigenlijk niet. Maar die hebben we wel in de plannen laten uitwerken. En hoe dat er precies gaat uitzien, die nadere uitwerking, dat is echt fase 2. We hebben nu alleen in beeld, wat betekent dat nou ruimtetechnisch? Hoe groot wordt dan dat gebouw? Hoe is dan die aansluiting met de ingang bijvoorbeeld? En niet onbelangrijk, voor welk bedrag zouden we dat dan ongeveer kunnen realiseren? En de gemeente heeft natuurlijk ook een bepaald groen beleid. En daar zullen jullie ongetwijfeld ook rekening mee gehouden hebben, neem ik aan, qua groen op de begraafplaats. Zijn daar nog extra, want ja, dat bomen dat neemt natuurlijk wel weer ruimte in beslag voor de eventuele graven die er natuurlijk bij komen. Hoe is die afweging gemaakt voor jullie? Ja, dat is goed dat je daar op aanhaakt. We krijgen heel veel complimenten van mensen uit de regio, maar ook uitvaartondernemers die zeggen de begraafplaats in Sliedrecht staat er zo puik en mooi bij. Dat willen we ook ten alle tijde zo behouden. En tegelijkertijd gaan we civiel-technische forse ingrepen doen om die begraafplaats uit te breiden. Dus we zijn zoekende naar hoe kunnen we nou die balans zo vormgeven dat we en dat groene beeld dat we nu hebben zoveel mogelijk behouden. En tegelijkertijd een toekomstbestendige begraafplaats weten te realiseren. En dat betekent dat we ook in de kostencomponent een flinke post hebben opgenomen voor nieuw te realiseren groen. Ook in de uitbreidingslocatie is dat daarin verwerkt. En ook in de fasering van de plannen, dus wanneer beginnen we daar nou mee, hebben we rekening mee gehouden om tijdig te beginnen met locatie 7 aan de noordkant. Dus op het moment dat daar mensen gaan begraven, dat ook de inrichting daar al min of meer volgroeid groen kent. En daarmee dus volledig aansluit bij de structuren die we op de begraafplaats nu al zien. En kunt u ook een soort schatting maken van hoeveel graven er in totaal door deze plannen bijkomen? Zoals het zich nu laat uitzien, komen er ongeveer 750, 760 nieuwe graven bij. Verdeeld over die locaties 1 tot en met 7. En zijn er ook in de lagen van hoeveel graven er onder elkaar zijn daar nog veranderingen aangebracht? Dan een extra diepere laag voor meer ruimte? Of zijn jullie daar niet, hebben jullie daar niet echt over nagedacht, zeg maar? Daar hebben we zeker rekening mee gehouden. Op de begraafplaats zelf gaan we 2 diep. En we hebben ook in het project een locatie waarin we met keldergraven werken. En daar zouden we 3 diep kunnen gaan, omdat we die uitgeven als algemene graven. En daar zou je dus mensen die niet verwant zijn aan elkaar onder elkaar kunnen leggen. En wat je vaak ziet is dat echtparen 1 graf bemensen, zeg maar even. En daar dan onder elkaar liggen. Tot hoe lang kunnen er genoeg graven zijn op deze begraafplaats? Nou, dat is eigenlijk een hele eenvoudige vraag met een iets minder eenvoudig antwoord. Het antwoord heel plat is, met deze uitbreidingsplannen en het tijdig ruimen daarvan zijn we toekomstbestendig. Tot in den eeuwigheid, zul je dan zeggen, maar wanneer is dat dan? En wij hebben er bewust voor gekozen om daar geen jaartal aan te hangen. En je hebt gelijk, op het moment dat de gemeente explosief zou groeien, zou je misschien wel onvoldoende plek hebben. En tegelijkertijd gaan ook die ontwikkelingen weer anders. Misschien dat er dan wel meer mensen zijn die zich willen laten cremeren of anderszins. En tegelijkertijd is het niet zeker dat iedereen die hier dan komt wonen ook hier begraven moet worden. Die heeft misschien wel verbintenis met een andere gemeente waar ze vandaan komen.
En dat is ook, die rekenmethodiek is rekening mee gehouden in het behoefte- en capaciteitsonderzoek wat we in de zomer van 2018 al hebben laten uitvoeren. Dus daar zit wel een component in van groei en dergelijke. Maar goed, op het moment dat de gemeente twee keer zo groot wordt, zou dat al moeten passen binnen de gemeentegrenzen, hè, maar stel dat. Ja, dan heb je in het theoretisch model misschien weer onvoldoende ruimte. Maar daarin, voor nu, de opgave nu, het toekomstbestendige begraafplaats, dat hebben we met deze plannen.